Hey jongens en meisjes van de Eenspan. Ik was bij jullie op school om te vertellen over mijn boeken. Over de boeken van juf Fiep bijvoorbeeld, zoals deze. Meester Bill is meesterdief. Maar ik kon niet zo heel lang blijven, want jullie hadden om 12 uur al vrij. En toen heb ik aan juf beloofd dat ik nog even een filmpje voor jullie zou maken. Ik ga jullie eerst even laten zien hoe mijn werkkamer eruit ziet, oké? Kijk, dit is mijn werkkamer. Een bankje waarop ik wel eens zit. Boeken. Nog meer boeken die ik geschreven heb. Nog meer boeken. De typemachine die van mijn moeder geweest is. En hier zit ik zelf altijd te werken. En als je goed kijkt, zie je hier de voorkant van het nieuwe boek over juf Fiep en meester Bill. Daar ga ik nu een stukje uit voorlezen. Meester Bill en de snoepfabriek. Nou, dit boek ligt dus nog niet in de winkel, hè? Het is nog niet gedrukt. Pas na de zomer kun je het kopen. Maar ik dacht, voor jullie ga ik er alvast een stukje uit voorlezen. Hoofdstuk 1. De wereld op zijn kop. Bewaker, roept meester Bill. Hij slaat tegen de metalen deur van zijn cel. Kom eens hier. Bewaker Gerry stapt de gang door. Ze draagt een blauw uniform dat strak om haar enorme buik zit. Er rammelt een sleutelbos aan haar riem. Meester Bill klapt in zijn handen. Hop, hop, roept hij. Beetje tempo graag, ik heb niet de hele dag de tijd. Gerry doet het luikje in de deur van de cel open. Goedemorgen, zegt ze. Alles goed met Bill? Meester Bill slaat met zijn hand tegen zijn hoofd. Wat een domme vraag. Nee, natuurlijk is niet alles goed met Bill. Alles is fout. Ik zit in een cel. Dat is de wereld op zijn kop. Tja, zegt Gerry. Het is ook niet zo slim om in te breken in een museum, Bill. En om een schilderij van Vincent van Gogh te stelen. De zonnebloemen nog wel. Je snapt toch dat dat niet hoort. Pff, zegt meester Bill boos. Ik kon er niks aan doen. Het dak van het museum was zo slecht dat ik er doorheen zakte. En toen zag ik dat schilderij met die zonnebloemen. Wat is dat lelijk, dacht ik. Dat heeft een kind natuurlijk gemaakt. Ik dacht, ik doe iedereen een plezier. Ik neem dat schilderij mee en ik gooi het weg. Dat hoort niet in een museum. Maar ja, toen kwamen die stomme kinderen en die dachten dat ik een dief was. Ze gingen achter me aan. Ze haalden de politie erbij. Stelletje klikspanen. Luister, bewaker, ik wil een bestelling doorgeven. Ik ben morgen jarig. Ik wil graag slagroomtaart bij de koffie. Gerry lacht. Taart? Wil jij echt dat ik een taart voor je ga bakken? Meester Bill zucht. Nee, natuurlijk niet. Ik wil taart van een echte bakker. Geen vieze zelfgebakken taart. Ik wil dat je taart voor me koopt bij bakker Bert. Bill, zegt Gerry. Ze schudt haar hoofd. Hoe vaak moet ik het je nog zeggen? Het is hier geen hotel. Dat kun je wel zeggen. Gromt meester Bill, want dan zou het 0 sterren krijgen. Zo slecht is het. Ik kan wel blijven klagen. Je moet hier je kamer delen met een boef. Dat kan toch niet? En dan die bedden. Ze zakken door. En er liggen veel te dunne dekens op. Zo kan ik niet slapen. Zielig voor je, Bill, zegt Gerry. En dan gooit ze het luikje dicht. Ho, ho, zegt meester Bill. Was ik al uitgepraat? Nee, ik dacht het niet. Als ik jouw meester was, zou ik je nou in de hoek zetten. Nee, erger. Ik zou je met je eigen tandenborstel mijn schoenen laten poetsen. Ik zou je opsluiten in het spinnenhok. Ik zou je van school gooien. Het luikje gaat niet open. Bewaker Gerry is weg. Schande, zegt meester Bill. Zijn snor trilt. Ik heb dat mens nog niet eens verteld wat het ergste is van alles. De wc. Er zit niet eens een deur voor. Dus ik moet elke dag toekijken hoe die vent hier zit te stinken op de wc. Bah! En komt er 's morgens iemand de boel schoonmaken? Nee hoor, dat moet je zelf doen. En dan ook nog het vieze eten hier. Het is een schandaal. Het minste wat ze voor me kunnen doen is zorgen voor taart. En voor snoep. Snoep, zegt de man die bij meester Bill in de cel zit. Zijn ogen worden groot. Ja, pier, zegt meester Bill. Hij zakt neer op zijn stoel. Snoep, dat mis ik nog het meest. Meester Bill zucht. Drop, spekkies, lollies, bonbons, snoepwormen, kikkertjes, toverballen, kauwgum. Ik heb het gewoon nodig.
Dat was het enige voordeel aan meester zijn, dat je veel snoep kon eten. Ik kreeg het altijd als ze jarig waren, die kleine ratten. Maar meestal kon ik het gewoon afpakken. Wat, zegt Pier, pakte jij snoep af van kleine kinderen? Meester Bill snuift. Ja, natuurlijk, wat denk je dan? Kinderen moeten helemaal geen snoep. Dat is slecht voor ze. Komt omdat ze van die slappe tanden hebben, die zo uit hun mond vallen als ze snoep eten. Ik had een meisje in mijn klas dat op het toffee beet. En het volgende moment was het janken. Meester, meester, mijn tand ligt eruit. Ja, lag er een toffee met een tand erin op tafel. Smerig gezicht. Zonde van de toffee. Het is je eigen schuld, dom kind, zei ik. Je moet ook geen snoep eten. Nog harder huilen. Ik zei, stop met dat gejank. Daar word je lelijk van. En moet je dat gat in je mond zien? Je staat voor gek. Je gebit lijkt wel een fietsenrek. Laat dit een les voor je zijn. Nooit meer snoep eten. Ik ben een goede meester. De beste. Ik wil niet dat kinderen hun tanden verliezen. Daarom pak ik altijd snoep van ze af. Daar doe ik een goede daad mee. Ik zou een medaille moeten krijgen. Maar krijg ik die? Nee. Het leven is oneerlijk, zegt Pier somber. Dat heb ik ook gemerkt. Weet je waar ik werkte? Bij snoepfabriek Lolland. Daar maken ze alles. Lollies, spekkies, zure matten, zoute matten, zoete matten, schuimpjes, colaflesjes, banaantjes, snoep waar je tong blauw van wordt. Dat klinkt als een geweldige baan, zegt meester Bill. Een stuk beter dan lesgeven aan vervelende kinderen. Dat was het ook, zegt Pier. Ik was hoofdinpakker. Ik was goed in mijn werk, maar de baas wou me niet meer. Ze zei dat ik een dief was. En was dat ook zo? Zegt meester Bill. Natuurlijk niet, zegt Pier verontwaardigd. Ja, nou ja, oké. Ik nam wel eens wat snoep mee naar huis. Gewoon voor vrienden en familie. Een jarige buurman, mijn oude moeder, de voetbalclub. Je snapt het wel, hier en daar een doosje. Maar ja, de baas kwam erachter. En was ze blij dat ik zo gul was? Kreeg ik een medaille? Nee, ze zei tegen de politie dat ik een dief was. En nu zit ik hier. Zo oneerlijk, alleen maar om een paar doosjes snoep. Meester Bill schudt zijn hoofd. Vreselijk, zucht hij. Sommige mensen snappen er niks van. Dus je deed wat aardigs? Precies, zegt Pier. En toen sloten ze me op. Ik kan me voorstellen dat je daar kwaad van wordt, zegt meester Bill. Erg kwaad, zegt Pier. Hij balt zijn vuisten. En weet je waar ik helemaal kwaad over ben? Hij houdt een krant omhoog. Mijn baas heeft gisteren de gouden snoepkip gewonnen. De gouden snoepkip, dat is de prijs voor het beste snoep van het jaar. Een gouden kip, zegt meester Bill. Is die van echt goud? Ja, zegt Pier. Hij is heel veel geld waard, wel 100.000 euro. Aha, zegt meester Bill langzaam. Zegt Pier, ik heb ineens een heel goed plan. We gaan wraak nemen. We gaan die snoepfabriek overvallen en we gaan al het snoep stelen. En die gouden snoepkip stelen we ook. Pier stond met zijn vuist op tafel. Ja, zegt hij, dat moeten we doen. Dat zal ze leren. Dan hebben wij genoeg snoep voor ons hele leven, zegt meester Bill zacht. En ik kan dat snoep verkopen voor heel veel geld, zodat ik heel rijk word en nooit meer les hoef te geven op een school. Want dat is vreselijk. Ik haat kinderen. Maar ja, hoe ontsnap je uit de gevangenis? De muren zijn van beton, de deur is van metaal. Pier kijkt door het raampje naar beneden. En we kunnen ook niet door dit raampje, het is veel te hoog boven de grond. Dan breken we onze armen en onze benen en dan kunnen we niet meer wegrennen. Pier, zegt meester Bill, jij hebt het buskruid ook niet uitgevonden, hè? Nee, dat klopt, zegt Pier. Dat dacht ik al, zegt meester Bill. Laat het denkwerk nou maar aan mij over. Dan komt het helemaal goed. Oké, dit was het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek. Ik ben heel benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vonden. Ik hoop maar dat jullie het leuk vinden. Het wordt heel erg spannend. Misschien gaan jullie het wel lezen als het na de zomer in de winkel of in de bibliotheek ligt. Ik vond het heel leuk om met jullie in de klas te zijn. En ik hoop dat jullie nog een paar leuke weken hebben voordat de zomervakantie begint. Doei!